Het rijbesluit zal worden aangepast voor e-bikes, zei minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet instelling Verkeersautoriteit. De bewindsman reageerde op een verzoek van het lid Cheryl Dijkstil om maatregelen te treffen ten aanzien van e-bikes. De bewindsman zegt dat de elektrische voertuigen kunnen worden aangemerkt als een rijwiel of een bromfiets. Het is in het kader van de veiligheid op de weg namelijk van belang dat deze elektrische voertuigen, voor zover ze worden aangemerkt als een rijwiel of bromfiets, ook voldoen aan daarvoor in gevolge het rijbesluit gestelde vereisten. In het bijzonder ten aanzien van hun inrichting en voorzieningen ten aanzien van de bestuurders. Voor zover zij worden aangemerkt als een bromfiets, zullen zij naast de technische vereisten ook moeten voldoen aan onder andere de WAM-wetverzekering, registratie en keuring, terwijl de bestuurders een veiligheidshelm moeten dragen en de leeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt. Minister Amoxie geeft aan dat de leeftijdsgrens nog wordt bediscussieerd. In de komende tijd zal er ook aandacht worden besteed aan defensief rijgedrag binnen het Surinaams verkeer. Ten aanzien hiervan kan ik meegeven dat conform de taakstelling van de bij wet in te stellen verkeersautoriteit, artikel 4, deze autoriteit zal dragen voor het verzorgen van defensive drive trainingen. De minister gaf mee dat er wordt gewerkt aan de algehele veiligheid in het verkeer en de bewustwording van veilig verkeer.